Ladies and gentlemen, boys and girls, my English is not very well, maar ik leer het snel, dus het komt nog wel. Dames en heren, dit is een speciale aflevering. Zo, dat heb ik helemaal ingestudeerd. Ik ben hier vandaag met Roy en met een speciale gast. En wie dat is, dat hoor je na le intro. Le intro, ja, zeg ik dat goed? Ja. Nee. Zit wel goed. Oké, people, let's go to work. En zoals je ziet staat Roy heerlijk even te gluren. Hallo, ik zie je wel. Roy, en wij zijn bezig aan Disneycraft 2.0 nog altijd. En we maken heel weinig video's. Ik weet het. Sorry mensen. Het spijt me serieus dat ik weinig maak. Maar ik wil zoveel mogelijk niet verklappen. Ja, dat is echt zo. En dat is echt niet om gemeen te doen. Want zoals je ziet ben ik heerlijk aan het slopen. En echt, nou Roy, vertel maar. Wat hebben wij nou allemaal al geflikt? Nogal wat. We kunnen eigenlijk wel mededelen nu. En ik had het eigenlijk niet verwacht dat het zou gebeuren. Maar het is echt zo. We hebben de server vanaf het begin, spanpunt, tot aan de achterkant van de studio compleet aangepakt. En we zijn nog steeds keihard bezig om dat verder aan te pakken. En heel veel attracties zijn vernieuwend. Denk aan de Wonderworld. De hele Cars attractie. De Tower of Terror is verplaatst. We hebben... Roy, noem eens wat. Waar ben jij mee bezig geweest? Nieuwe Arabi-gebied. Ja. We hebben een nieuwe Atlantica-attractie. Die al bijna af gaat komen. We hebben, Cars. Nou, zoals je ziet, leuke je foto's. Hè? Cars-attractie? Ja, dit zei ik. Dat hebben we niet gehoord. Nou, oké, en nu dus ook bezig. En daarachter staat zelfs een hele nieuwe attractie daar, de molentje. En hier bij de Space Mountain zijn we het aanpassen. Maar ik heb het in het begin van de aflevering gezegd, we hebben een speciale gast. En wie die gast is, dat hoor je na het outro. Nee, ik ga iets zachter. Jullie hoorden hem al. Oh my god. Wie is dit? Wie is dit? Wie is dit? Wie is dit? Jesus Christ. Is dit Herman? Ja! Herman, en wie? Kennen jullie Herman nog, mensen? Kennen jullie Herman nog, mensen? Ja! Wij kennen Herman, want Herman is de man van her en der. Wat Herman, her van her en der. Het is heel flauw, ik weet het. Maar ja, oké. En Herman is dus de man die je eigenlijk nooit meer ziet in Disneycraft. Herman, vertel ons en de kijkers, waarom ben jij wat minder actief geworden? Ja, leuk. Nou, we weten het al. Nou. Ja? Wacht. Oh ja. Ja, nee, ik wacht op Herman. Ja. Nou, privéleven meestal gewoon. Dus... Privé? Ja, het is gewoon dat ik heel veel moet werken en... Hoort erbij. Er komt heel weinig tijd. Ik werk soms 12 uur per dag. Dus. 12 uur op een dag? Kan je nagaan. Dan zit hij dus... Dan begint hij 's ochtends en dan komen er een paar fietsen in de stalling. En dan moet hij echt serieus hebben. Ik heb verteld, 8 uur op één fiets gelet. Ja. Nou, over het algemeen hebben we een mooi beroep. Ja, het is mooi, maar fietsen beginnen wel op elkaar te lijken. Dus. Dat wel, op een gegeven moment raak je uit. Nee, maar wat doe je precies? Mag je dat uitgeven? Mag je dat uitleggen aan mensen? Wat doe je? Dat mag wel, ja. Ik werk zeg maar bij Netwerk VSP. Dat is zeg maar een bedrijf waar je alle folders van krijgt, alle reclamefolders. Oké, dus heb je thuis geen spamfilter, dan raad ik je aan om gewoon even Herman niet in te schakelen. Want hij dropt namelijk 100.000 folders bij jou per jaar in je brievenbus. Ja, zoiets. Nee, wij doen ongeveer zo'n 34 miljoen folders per per week. Ik verstond haast niet wat je zegt. Maar ik ga je volume iets omhoog doen, want iedereen moet horen. Hoeveel folders? Wij doen ongeveer in een drukke week doen we 34 miljoen folders, printen wij uit en versturen In één wij. Week? Ja. In één week? Ja. 34 miljoen spam folders. Ja. Het is gewoon... Het is gewoon heel veel. Dus wij hebben zeg maar alle folders die van 2 weken van tevoren al klaar zijn. Ja. Bepakken wij en die versturen we op. Herman. Ja. Dit is onmenselijk. Ja, dat klopt. Weet je wat voor uren ik heb? Dat is echt onmenselijk. Ja, maar je doet ook onmenselijk werk, Herman. Die mensen. Dat klopt. Allemaal te rage op folders en jij probeert het te verbreden. Weet je wat nog het ergste is? Ik heb thuis gewoon zo'n stickertje op de deur van geen folders.
Dat is helemaal echt, ja, dat is niet normaal dit. Nee, maar, ik lees alle folders wel op werk. Maar als we het over spam folders hebben, dan ik neem aan dat het gaat dan om gewoon reclame folders van hier en blokker en zo. En weet je dat ik vind het heerlijk om in de foldertjes van de Bart Smit te kruipen. Ah. En weet je waarom? Nou, vertel eens. Omdat er altijd van die heerlijke games op de achterkant van de pagina staan. En die prijs is altijd verschrikkelijk duur. En ik weet niet waarom ik dan daar kijk, maar meestal staan ook de nieuwste releases in zo'n blaadje. Ja, klopt. Dat is gewoon fijn om dan dat te zien, zeg maar. Ja, ik kan wel een hele stapel van dat soort folders meenemen, elke week. Ja, als je maar voor jezelf houdt, vind ik het goed. Stuur ze wel naar je op. Nee! 34 miljoen, ik hou je eraan, hè? Ja, is goed. Zo, dan kunnen we die bosbranden van de buitenlanden wel mee... fuck de bosbranden. Dan kan je mooi kampvuur bouwen op het strand. Dat zeker, met 34 miljoen per week, hè? Het is ongelooflijk. Hoeveel, en hoe weet je... Oh, je mag geen reclame maken, natuurlijk. Hallo, Roy. Wat deed je nou? Ben je weer aan het slopen? Heb je dan niet geleerd van die compilatievideo vorige keer? Ja, loop maar weg. Kijk hoor. Nou, dus zoals jullie weten, we zijn druk bezig met 2.0. Herman heeft het weinig meegekregen. En jij bent ook niet gewijdlist voor me, Herman, omdat je natuurlijk gewoon bezoeker bent. Heb je tijd nu? Ja, ik heb nu tijd. Zullen we jou even wijdlisten? Ja, is goed. Ik heb Minecraft openstaan. Dus. Was het nou Mopster met een 0? Nee. Gewoon Mopster, gewoon normaal. Oké. Ik ga je toevoegen en ik ga niet zien wat Herman ziet, maar jullie gaan nu aan de reactie horen wat Herman vindt van een vernieuwde Disney. Dus ik laat niet zien waar die is, want ik wil niet veel verklappen, maar jullie horen nu wel hoe en wat hij nu van de server vindt. En hij loopt naar voren nu, denk ik. Ja, laat me even vertel ons wat je ziet. Even texture pack downloaden. Oh. Dat doet hij niet. Nee, die doet het niet goed. Maar het gaat om wat zie je allemaal. Kan je een beetje de mensen zonder te veel spoilers omschrijven wat zie je allemaal en wat is er ongeveer verbeterd? Mensen zitten nu helemaal gespannen voor hun computer. Hè? Dus niet te veel spoilers, maar probeer het een beetje leuk te houden. Wat ik wel kan zeggen is dat... Wacht, dat is een game site. Herman, mensen, laat ze niet in spanning wachten, Herman. Wat ik kan zeggen is dat er aan de linkerkant, als je spant, een mooie map staat. Kijk! En wat houdt die map in, Herman? Hij is nog aan het inladen, maar daarop kan je gewoon heel het vernieuwde Disneycraft zien. En wat valt jou gelijk op als je zo kijkt naar die map? Dat het helemaal nieuw is. Oké, goed. Heb je nou het volgende tekstje als je moet inspreken? Ik heb een Word document toegestuurd. Nee hoor, Herman heeft het niet moeten inspreken, mensen. Nee, zeker niet. Het ziet er... vliegende stukjes tekst zie ik. Dat is ook nieuw. Huh? Ja? Oké. Niet te veel klappen, hè? Hou het kort. Hou het kort. Wat zie je nog? Loop een beetje door. Wat valt je op? Ik zie een... zo'n grote... Hoe heet dat? Zo'n soort van meertje. Als je binnenkomt. Ja? Oh, wauw. Dat is apart. Dat hadden we nooit bij Spanner, Roy. Meer? Ja, wij willen meer. Is het een fontein? Nee, ik zie geen fontein. Die heb ik gesteld, Roy. Oh ja. Ja, fonteinen sloop ik altijd. Jammer, inderdaad. Al de grote die het meeste werk hadden. En ik zie dat het, hoe heet dat? Het hotel volgens mij is dit. Ja? Dat is een beetje aangepast. Je inspecteert de grond gelijk of we goed hebben geasfalteerd. Ja, klopt. Beetje nieuw. Oh, je weet dat dit niet één laag is. Dit vind ik al laag. Ja, een beetje laag dit. Wat ziet er helemaal nog meer? Nu zie ik de main road, zeg maar. Hoe heet dat ook alweer? De main road, dat vind ik een hele originele. Ja, ik weet niet hoe dat heet bij Disney. Main Street. Main Street, dat ja. En dan zie ik dat hele grote, mooie, nieuwe kasteel. Oh shit, Herman, je verklapt heel veel. Oeh. Oh. Roy, moeten we het eruit knippen? Nee, hè? Nee. Oh, ze weten niet hoe het eruit ziet, hè? Nee. That's the big surprise. Wat zie je nog meer, Herman? Veel ruimte. Veel ruimte. Is het mooier? Het is veel en veel mooi, echt waar. Oh, super. Nou, ik ben blij om te horen. Ik pleur je van de whitelist. Nee.
Nee, dat is natuurlijk niet eerlijk, want ja, maar Herman is natuurlijk wel een bouwer geweest. Voor de mensen die het niet weten, Herman is een bouwer geweest bij ons. Ja. En door ze een beetje, ja, we hebben hem niet verbannen van, hé, we hoeven je niet meer te zien. Maar het was zo van, ja, Herman was inactief en daardoor hadden we gezegd van, nou, we blijven sowieso contact houden. Want ik ken Herman al, hoe lang ken ik jou nou, Herman? 9 jaar nu. Echt niet normaal. Ik ken Herman al sinds het begin dat ik een spel heb aangeraakt. Ja, klopt. Daar praat ik niet over de floppy, maar gewoon over gewoon Wolfenstein, hè. Wolfenstein 3D. Wolfenstein 3D. Maar nou, over Enemy Territory eigenlijk, hè? Oorspronkelijk ja. Enemy Territory. Oorspronkelijk Enemy Territory, oh, ja. En dat was zo schön, hè. Dat was, oh, en ik heb pas nog gekeken of we de NL-clan konden vinden op internet, maar die, voor mij bestaat het ook allemaal niet meer. Bestaat nog wel. Oh, shit! Ik kan nu een link sturen of ik kan het nu vertellen, maar... Doe mij dadelijk, na de, als we het video hebben gehad, een link, ja. Ja. En ik ga nog wat dingetjes weghalen, want zoals Roy al zei, we zijn echt heel veel aan het veranderen, maar daarbij hoort ook heel veel sloopwerk. Ik vind het aan de ene kant wel heel leuk om te slopen, aan de andere kant heb ik zoiets van, het is zonde, weet je, want het is werk, maar niet alleen van mij, maar ook van alle andere medewerkers. En ik heb wel alle medewerkers beloofd van, ja, wat daarin voor in de plaats komt, dat wordt wel beter. En ja, dat beloof ik dan en dat laat ik ook uitkomen door, we hebben een nieuw design gemaakt, een nieuwe, zoals je ziet, ik maak de paden helemaal vernieuwend, maar we proberen een groter, mooie, logische volgorde te maken van de paden. Robbie, wat kan je daar nog over zeggen? Dat ik de muziek moet uitdoen, dat klopt. Ik moet de muziek uitdoen, want Michael muziek is niet leuk. Helemaal panisch van je. Ja, want in deze video wil ik ook nog melden, als Roy even bedenkt wat ze wil nog gaan verklappen over wat we nieuw hebben in 2.0, is dat we natuurlijk bezig zijn met een complete live show. We zijn bezig met een audioserver en die audioserver die kan je dan klikken als je in de server bent met /audio. Dat gaan we nog allemaal uitleggen in de video's. Als je dat hebt gedaan, dan kan je dus... Dan doen wij een knop aandrukken. Dan begint er een show af te spelen. En dat hebben wij allemaal ingesproken en ingezongen zelfs. Dus je hoort voor het eerst Erik zingen, Roy zingen, Gio zingen. Nou, mij hebben natuurlijk wel eens horen zingen. Dat is niet nieuw. Maar het is fantastisch. Roy, wat kan je vertellen over de show? Heel kort. Daar kan je toch iets over zeggen, ja, Roy? Ja, heel leuk en heel spannend. Erg muzikaal ook. Ja. Gewoon het kijken waard, dat zeker. Het is het kijken waard. Het is denk ik vooral het luisteren waard. Omdat wij natuurlijk, wij hebben echt... Ik ben voornamelijk de tekstschrijver geweest van alles. Daar heb ik hulp mee gekregen van Roy en Gio. Maar over het algemeen heb ik de algemene tekst gedaan. En dat heb ik eigenlijk aan te danken aan Rijnwoordenboek. En dat is een hele handige site. Ja, maar het is zo. Het is heel handig. Met Rijnwoordenboek zie je namelijk allerlei woorden. Rijnwoorden. En die rijmwoordenboeken, dat zou je toch niet zeggen op zo'n website als rijmwoordenboek. Dus echt? Ja, ik heb al gelijk een mail gestuurd van, ik had het niet verwacht, weet je. Het kwam echt schokkend bij mij over. Nou, en toen op een gegeven moment, toen zat er nou iemand in de achtbaan? Nee, oké. En toen heb ik dus woorden ingetypt. En daarmee heb ik dus zinnen gemaakt van die woorden. En die zinnen waren fantastisch, want die hoorden helemaal bij het verhaal en bij de nummer, bij het nummer. En daar, jongens, even een ode aan Grapfloor. Even, Grapfloor is er altijd bij. Waar je ook bouwt, wanneer je er bent, waar je ook staat. Ten eerste, ze weet je te vinden. Het is een zij. Ze weet wat je doet. En ik zeg altijd tegen Grap. Grap is, ze heet Floor. Grap, die heeft een notitieblokje thuis. Een bordje, zo'n notitieboekje. En dan zit ze zo. En dan zit ze precies op te schrijven wat wij allemaal aanpassen. Weet je, natuurlijk doet ze dat niet. Maar zo lijkt het, weet je. Ze zit ook in de directeurshouding. En met een bloemetje in de hand. Altijd een bloemetje. En we weten altijd, wanneer we haar ingraven, is ze altijd aanwezig. Let maar op. Ik maak dit kapot. Ik heb geen tijd om haar in te graven. Let maar op. Nou, dit keer wel. Dit keer wel. Meestal. Nee, maar meestal ben ik te laat. Kijk maar, ik open het gat. Nou ja, ze doet nou niks. Kijk jij eens of ze aanwezig is, Roy? Nee. Nee, maar we laten haar wachten. Ze gaat er vanzelf uit dadelijk. Laat hem maar even zitten. Ze komt dadelijk er tot rust. Maar meestal weet ze wanneer ze is ingegaan, want ze hoort alles. Nou. Ja, spoiler. Wat zie je, Herman? Je bent nog even door de map aan het gaan, hoor ik. Ik zie een meer met allemaal leuke huisjes eromheen. Leuk. Volgens mij... Ook nieuw, klopt? Ja. Ja, klopt. Ik heb het nog niet eerder gezien. Tof, ja. En zo... Superleuk. En merk je ook, als ik jou vraag, Herman... Het gevoel wat ik wou creëren... En wij eigenlijk met ons hele team wilden creëren...
Vind jij dat je in een andere server zit? Zo ja of nee? Ja. Oké, en als ik dan... Dat was voorspelbaar, een grap. Wat ik dan vraag... Heeft het wel het Disneycraft gevoel aangehouden? Of zeg je van... Het lijkt net alsof er... Het overgenomen is door andere mensen. Wat als je eerlijk moet zijn. Ik vind dat het nu meer het echte Disney gevoel heeft, zeg maar. Toch wel? Ja, want ik ben wel vaak in Disneyland geweest. Dus dan weet je ook wel meer hoe het eruit ziet en zo. Gaaf, man. Ik vind dat echt tof om te horen. Want vooral voor iemand die... Nou, hoe lang heb je de server al niet gejoind, even om het zo te zeggen? Ik denk al een maand, geloof ik. Ik had het eigenlijk moeten kijken al. 2 maanden, 3 maanden. Zoiets. En je hebt natuurlijk nooit meer gekeken hoe het eruit zag. En... Nee, het enige wat ik meegekregen heb, zeg maar, gewoon wat informatie wat jullie al aan het doen zijn. Maar verder nooit iets concreets of visueels. Nee, klopt. Tof om te horen. Echt heel tof. Nou, ik vind dit een hele leuke video. We gaan meer van zulke video's doen met bouwen. En wie weet zit Herman de volgende keer weer bij. Het ligt aan of hij tijd hebt om nog een video te schieten. En bedankt voor het kijken naar deze aflevering van Disneycraft. En dan zie ik jullie volgende keer terug bij een nieuwe aflevering. Ik zeg salut. En wat zeg jij, Robbie? Heb je ook al? Bye bye, oké. Okay. Ja, Herman. Heb jij nog een anekdote? Oh boy. Tot de volgende keer. Ik heb nog steeds een...